Ik ben geen broket. Laat me dat even duidelijk zijn. Tussen nieuwjaar, toen wij in de foyer het jaar aftrapten en nu, hebben wij van jullie vragen gekregen. Geen kritiek, maar vragen. Of wij misschien toch ook eens na al die jaren blues die wij hier in Geldermalsen brachten, ook eens iets anders zouden willen doen. Wij kenden maar één kunstje, dus dat was niet zo makkelijk om iets anders te bedenken. Totdat de onvolprezen Bert op een festival iets zag waarvan hij wist dat hij in ieder geval mij een groot plezier zou doen. Hij zag een prachtige countryband. En Bert houdt zoveel van mij dat hij zelfs voor mij alleen deze brokets hier had laten optreden. Maar daarna zou hij mij de rekening gestuurd hebben, dus ik zei van doe het voor mij, maar nodig het publiek bij uit. En daarom zijn jullie hier en wij waarderen dat. Vanavond dus niet de blues zoals u dat van ons gewend bent, maar wel iets wat daar toch veel verwantschap mee heeft. En ik ga even met jullie terug, zo'n 90 jaar geleden, naar een plaatsje in de Verenigde Staten. Het heet Bristol. Het was toen in 1927 al niet veel bijzonders en het is het nog steeds niet. Het ligt op de grens van Tennessee en Carolina. En daar strijkt in 1927, het is een bloedhete zomer, een ondernemer neer. Niet zozeer een muziekliefhebber, maar iemand die denkt dat hij met muziek geld kan verdienen. Die man die heet Rolf Peer. En Rolf Peer die denkt van, ik moet artiesten vinden waarvan ik de muziek kan opnemen en die muziek kan ik dan verkopen. En muzikanten waren toen al en zijn dat nog steeds een beetje niet de slimste qua geld verdienen. Daar ga ik geld mee verdienen. Dus Rolf Peer die huurt een hotelkamer af in Bristol, 27, warme zomer. En hij laat in de plaatselijke krant, het Bristol's Nieuws- en Advertentieblad, een advertentie zetten. En hij zegt, iedereen die denkt dat hij wat kan, muzikaal, instrumentaal of met stembanden, die mag bij mij op de hotelkamer in mijn studio een liedje komen opnemen. En ik weet niet of u die streek kent in de Verenigde Staten. Dat zijn de Appalachians en daar wonen heel veel in afgelegen dorpjes emigranten. In geïsoleerde omstandigheden. Maar die lezen wel de krant. En die denken, hey, als wij een liedje mogen opnemen bij meneer Peer in Bristol, krijgen wij mooi $50. Niet weten dat die man achter hun rug een veelvoud gaat verdienen. Dus ze komen allemaal bij hem en ze nemen een liedje op. En ze krijgen hun $50 en ze gaan weer naar huis. Nooit meer wat van gehoord. Er zijn twee artiesten die daar komen, die wereldberoemd worden. Dat is Jimmy Rogers, grote countryzanger. En dat is de Carter Family. A.P. Carter, zijn vrouw en het nichtje Mother Maybelle Carter, de grondlegster van de Carter Family. En dan zijn we bij Johnny Cash. Die nemen ook liedjes op en Rolf Peer denkt, hier ga ik heel veel geld mee verdienen. En dat is waar. En hij heeft heel veel geld mee verdiend. Die platensessie, augustus 1927, wordt beschouwd als een soort de Big Bang, de oorsprong van de country music. Hij verkoopt die liedjes, hij laat dat op platen zetten. Mensen hebben al grammofoons en hij verkoopt daar 100.000 platen van. En regelt ook optredens. Een van die optreedplaatsen, en daarna hou ik op met mijn mini-college en dan gaat het over de mensen waarvoor u gekomen bent. Eén podium wordt al snel gebouwd en dat staat er nog steeds. Dat is een loesje zakenman in Tennessee. Die heeft zijn geld verdiend, zoals dat vaak gaat met mensen die veel geld verdienen, met weinig eerbare zaken. Gokken, hoeren en meer van dat soort dingen. Maar heeft daar zoveel geld mee verdiend, u kent dat gevoel niet, ik ook niet, dat je zoveel geld kunt verdienen dat je een schuldgevoel krijgt. Die man krijgt dat. En die denkt, oh, zo kom ik niet in de hemel, ik moet iets terug doen voor de mensen. En hij laat een gebouw neerzetten in Tennessee, waar mensen cultureel zich kunnen verstrooien. Dat heet het Ryman Auditorium, de Grand Ole Opry. En dat is nog steeds het podium in de wereld voor de countrymuziek. Countrymuziek wordt dus gemaakt in geïsoleerde streken, ver van de beschaving zou je bijna zeggen, waar mensen zingen over heimwee naar vroeger. Ook Nederland heeft die uithoeken.
waar de beschaving ver weg lijkt. En er altijd heimwee is naar ergens anders. Iemand anders. Zo'n plaats, broedplaats voor de Nederlandse country, richting Zeeuws-Vlaanderen, Hoek, Terneuzen. En daar vandaan komt het eminente gezelschap van vanavond, Brock en de Brockettes. Ik ga ze aan u voorstellen. Ze zitten op de eerste rij, ze komen naar voren. Mag ik uitnodigen? Herman Brock Jr. Liz Sprangers. En Geertje van den Berg. Dames en heren, Brock en de Brockettes. Zo. Henk, dank je voor dit college. Hang on, work, one, two. I ain't gonna work tomorrow. I ain't gonna work today. I ain't gonna work tomorrow. For that wedding day. I'm going all around this country. Thank you.